is tijd voor de Joep van Deudekolom. Toen ik in 1996 mijn eerste Apple kocht, was ik ineens iemand. Met een Apple was je cool, tegendraad, vooruitstrevend, kapitaalkrachtig. En je was als adept van het kleine Apple tegen dat machtige Windows. David tegen Goliath. Een Apple hebben, je noemde zelf dat altijd heel stoer, je Mac. Dat was een statement. Hippe vormgevers en muzikanten hadden een Apple. Ik was trots op mijn MacBook. Ik koesterde mijn MacBook. Op feestjes was ik ineens het middelpunt. Vrouwen keken anders naar me. Ze snapten niks van een Mac, maar je was toch ineens de cowboy onder de laptopbezitters. Natuurlijk had je van die Windows losers die dan altijd met je wilden discussiëren. Maar stiekem waren ze jaloers op jouw geile apparaat. En ik kreeg ook gewoon nieuwe vrienden. Je behoorde tot een selecte gemeenschap die ook onvoorwaardelijk je met raad en daad hielpen bij problemen. Maar dat was 1998. Afgelopen zaterdag zag ik de rij van een paar honderd meter staan van volwassen mannen bij de opening van de eerste Apple Store in Amsterdam. En er was maar één woord dat in mij opkwam. Sneu. Ik vind sneu een prachtig woord. Het zegt alles. In de betekenis, maar ook in hoe het woord ook klinkt. Sneu klinkt ook sneu. Sneu is een sneu woord. Dat lijkt een open deur, maar dat is niet zo. Zo is grappig geen grappig woord en triest geen triest woord. Maar sneu is behalve in zijn betekenis ook in zijn vorm een sneu woord. Sneu. Honderden volwassen mannen die daar op het Leidseplein achter dat hekje stonden in afwachting van de opening. Sneu. Ik kan me de dialoog over zaterdagochtend in de huizen van die mannen met hun echtgenoten voorstellen. Lieverd, wat ben je vroeg op? Ja, ik ga naar de opening van de Apple Store in Amsterdam. Maar wat is daar bijzonder aan? Het is de allereerste echte Apple Store in Nederland. Maar er zijn toch al heel veel Apple Stores in Nederland? Nee, dat zijn geen echte Apple Stores. Dat zijn zogenaamde resellers. Maar wat verkoopt die nieuwe Apple Store dan? Nou, die verkopen Apple computers, iPads, laptops en zo. Maar dat doen die resellers toch ook? Ziet die winkel er dan heel bijzonder uit? Jazeker, ze hebben allemaal lange houten tafels en daar staan hun spullen op. De mannen die daar stonden hadden vroeger ook dromen. Wilden vroeger profvoetballer worden of piloot. En staan op een dag in een rij te dringen voor een Apple Store t-shirtje. En om de iPad, die ze zelf al hebben, te zien staan op een houten tafel. Sneu. Toen ik ooit de eerste vrouw met een iPhone zag lopen, wist ik dat het afgelopen was. Natuurlijk, ik heb nog steeds een Mac, maar ik loop er niet meer mee te koop. Sneu, dat is het woord. Zo is Rutger Kastricum ineens. Sneu. Rutger is het PSV onder de journalisten geworden. In een week van gedoodverf, succesvol, brutaal en gevaarlijk, tot sneuwe janksmoel. Zijn paarse microfoon was vorige week nog een wapen, maar ineens staat er een mietje met een roze speelgoed dildo. Het is sneu. En PSV, zeg maar, de Rutger Kastricum onder de voetbalclubs, bood gisteren haar excuses aan vanwege de nederlaag tegen Twente. Ja. Veel sneuier wordt het niet. Mensen die uitstekelbaars of rekenmaar van jazz zeggen, die zijn sneu. Jan Mulder is ook steeds meer aan het versneuien. Blij zijn met drie molentjes op een kraskaart, dat is sneu. Ja. Gert-Jan Verbeek, die bij AZ tijdens de wedstrijd de vierde official uitscheldt. De vierde official. Dat is een soort reserve-hulpgrensrechter. De noppencontroleur. Een vierde official uitschelden, dat is ruzie zoeken met een Hells Angel door stiekem, als hij niet kijkt, een schop tegen het achterlicht je van zijn Harley te geven. Het is allemaal zo sneu. Wilders die de gulden wil invoeren, heeft het onafhankelijke bureau Lombard Street opdracht gegeven om te onderzoeken of de gulden terug moet komen. Hoe zou die opdracht gegaan zijn? Hallo, ik ben meneer Wilders en ik wil weten of de gulden weer ingevoerd moet worden. Goeie vraag, dat kunnen we voor u gaan onderzoeken, meneer Wilders. Ja, maar ik wil natuurlijk wel van tevoren weten wat de uitkomst is van dat onderzoek. Want als u straks beweert dat dat geen goed idee is, dan sta ik mooi in mijn hemd. Nou, ik denk dat als wij de komende maanden onafhankelijk gaan onderzoeken of de gulden terug moet komen, dat we daar wil op uitkomen. Nou, dat wil ik dan wel graag zwart op wit. Tuurlijk, de klant betaalt, dus de klant bepaalt. Als er maar wel bij staat dat het onafhankelijk is. Sneu, het is allemaal zo. Sneu. Vandaag staken de leraren en u weet dat ik die een warm hart toedraag. En Ton Elias, de onderwijswoordvoerder van de VVD, heeft zich nogal negatief uitgelaten over deze staking. Ton Elias, dat is die volkslanke VVD'er met een toupet als een dood schaap op zijn hoofd. U weet dat ik Ton Elias niet zo'n warm hart toedraag, dus nou, daar gaan we. Ton Elias vindt dat de leraren niet mogen gaan staken, want ze behandelen de kinderen en de ouders die... Ze benadelen de kinderen en de ouders die vandaag een vrije dag moeten opnemen. Dat vindt hij schandalig. Hij vindt dat stakingen geen negatieve gevolgen mogen hebben. Maar meneer Elias, het hele idee achter een staking is toch dat het negatieve gevolgen heeft. Daarom staak je juist. Stel je voor dat je een baan heeft en als je zou staken en niemand zou er last van hebben. Wat heb je dan aan een staking? En trouwens, wat heb je dan voor een baan? Ik heb 2 weken gestaakt, maar niemand had het in de gaten. De enige baan die ik me kan voorstellen waarbij niemand er last van zou hebben als je zou staken, is de baan van de heer Elias zelf. Al zal de kantine in de Tweede Kamer maar waarschijnlijk wel blijven zitten met een substantieel sausijzenbroodjes overschot. En even voor de mensen die altijd maar schreeuwen.
dat die leraren alleen maar zeuren over de vakanties. Deze staking is tegen de plan om het speciaal onderwijs af te schaffen. Om de pgb's, de rugzakjes af te schaffen. Om de zwakste leerlingen in de maatschappij, die zich niet kunnen verweren, dat beetje extra steun te opnemen. En dat is niet sneu. Dan schiet sneu als woord toch echt tekort. Ja, schandalig. Dat komt een beetje in de buurt. Tot volgende week.